Vandaag laat ik zien hoe we verschillende fonts kunnen gebruiken op een leuke tekstbord met plaatjes. Ik heb alvast de tekst getypt, want dan gaat het wat sneller. Hier al is de functie om te typen in Inkscape. Dus zodra je deze aanklikt, dan kan je gewoon een tekst typen. Je ziet ook je cursor gaan knipperen en dan kan je gewoon typen wat je wil. Het maakt niet uit in welk font je het typt, want dat kan je altijd nog aanpassen. Er zijn twee manieren om je font te selecteren. Dat is dus bovenin bij je menu en rechts van je scherm. Zoals je ziet heb ik heel veel fonts. In Inkscape zijn een paar trucjes om je teksten anders te plaatsen. Eentje is gewoon nog horizontaal uiteraard. En hierboven zijn de functies dat je ze meteen verticaal kan zetten of zelfs gewoon onder elkaar. Dus dan hoef je niet moeilijk te doen met typen, maar kan je gewoon deze functies aanklikken. Zolang je het geselecteerd hebt en dan op de functie klikt, dan zet je je tekst meteen op neer zoals je dat zelf wil hebben. Mijn advies is dan ook gewoon om eerst gewoon al je teksten gewoon te typen die je in verschillende lettertypes wil typen. Doe die ook apart van elkaar en niet alleen stuk door. Hier zie je hoeveel fonts ik heb en kan je ze gewoon selecteren. En je ziet ook meteen in dat schermpje eronder hoe het font eruit ziet. Dat is erg makkelijk. Dit vind ik een leuk font. Nou, je hoeft alleen maar op toepassen te klikken en je ziet het. Je hele tekst verandert meteen in het geselecteerde font. Wat ook een voordeel is als je je teksten gewoon rechts van je scherm hebt staan, is dat hij onthoudt welke lettertypes je recent gebruikt hebt. Dus wanneer je dan gewoon even helemaal naar boven scrolt, dan staan daar gewoon de laatst gebruikte lettertypes en hoef je niet steeds door al je lettertypen te scrollen. Want als je er net zoveel hebt als ik, dan word je daar niet vrolijk van. Wanneer je een tekst selecteert, kan je het gewoon natuurlijk ook bovenin je balk lettertype selecteren en op die manier gewoon veranderen. Dat gaat net zo makkelijk. Het is maar wat je gewend bent, denk ik. Je kan je lettertype natuurlijk gewoon groter maken door bovenin je balk de grootte aan te geven, of je kan gewoon met de pijltjes wat groter slepen. Zoals je ziet staat nog niet alles netjes recht onder elkaar. Ook daar is gewoon een functie voor. Je selecteert alles. En dan ga je naar uitlijnen. Dat zit onder het menu tekst of paren. En ik heb er een icoontje voor. En dan kan je zo kiezen of je het in het midden uitgelijnd wil hebben, of rechts of links uitgelijnd wil hebben. Dan staat het allemaal netjes aan elkaar. Eigenlijk alle icoontjes boven in je werkbalk, wanneer je die aanklikt, die zorgen dus voor een groter uitgebreid schermpje aan de rechterkant van je scherm. Nu heb ik eigenlijk alles wel zo'n beetje hoe ik het hebben wil.
Dus dan ga ik de plaatjes een beetje toevoegen en, er een mooi geheel van maken. Echter, wanneer je met lettertype werkt in Inkscape, dan moet je nog wel een laatste handeling doen. Want als je dit nu zo opslaat als SVG en het opent in Canvas, dan herkent hij het niet. Dus dat laat ik ook nog even zien hoe je teksten moet exporteren, zodat je geen foutmelding krijgt in Canvas. Wanneer je alles hebt staan zoals je wil, dan moet je dus nog een laatste stap doen. Eerst even alles selecteren. Dan ga je naar object. Paden, sorry. En dan object naar pad. Zolang je dit niet gedaan hebt, kan je je teksten nog blijven aanpassen. En wanneer je dit gedaan hebt, dan zie je dus, dan worden het allemaal losse lettertjes. Maar zijn ze dus wel geschikt om voor je machine in te lezen. En ook Canvas herkent de tekst dan. Doe je dit niet, dan lees je gewoon een leeg blad in. Dus dat is altijd een laatste stapje. En altijd even exporteren als SVG, Inkscape of gewone SVG. Beide kan. En dan is je bestand klaar om in je machine geladen te worden. Dus helemaal. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. En mocht er toch nog vragen zijn, stel ze gerust. En hoop ik dat ik je verder kan helpen. Veel plezier. Mocht je je afvragen waar ik mijn fonds vandaan haal, ik doe het voornamelijk bij Fontbundel. Daar hebben ze leuke bundels, maar ook heel vaak wekelijks zelfs een gratis nieuw font. Dus kijk daar vooral af en toe op. Ze hebben ook $1 deals. Dan kan je gewoon fonds kopen voor nog geen dollar. En ze hebben echt hele leuke fonds en die werken ook prima met Canvas, Inkscape, Surecut, Select. De hele rattenplan. Dus mocht je op zoek zijn naar kwalitatief goede fonds, neem dan eens hier een kijkje.